Gaat het jou nog een beetje lukken om met de feestdagen een beetje gezelligheid in huis te halen? Ja, we hebben nou wel plannen bedacht. Dus we hebben nu met het gezin bij loodjes. Cadeautjes heb ik net allemaal opgehaald. En dan gaan we gewoon met ons gezin en dan nodig ik nog mijn oma's uit. En dan gaan we gezellig diner houden en dan daarna. Dus geen loodjes trekken met Sinterklaas, maar met kerstmis? Ja, met kerst. Het zal wel moeten, hè. Het is gewoon een beetje verdelen tussen, met de kinderen. Ik denk het wel. En hoe denk je dat te gaan doen? Gewoon met mijn ouders zijn en met mijn familie. En zijn er dan nog speciale dingen die je gaat doen? Zover ik althans weet niet. Tuurlijk, want wat doe je met de feestdagen? Dan ben je toch gewoon lekker bij de familie. Dat is toch het allerbelangrijkste. Maar u weet dat u niet meer dan 4 personen mag ontvangen. Ja, maar we hebben ook maar een heel klein familietje. Dus we zitten gewoon met een klein groepje bij elkaar. Ja, dat is het eigenlijk. Gewoon gezellig bij elkaar. Ja, want wat kun je anders doen? We gaan lekker spelletjes doen, lekker eten en op tijd naar bed. Het lukt mij wel, ja. Ja, hard gelach, hoezo? Ja. Nou ja, omdat er een lockdown is. Dus dan kan die toestanden in de wereld, ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind het heel erg voor oudere mensen. Ik ben zelf ook op leeftijd, maar ik werk wel met ouderen. Op de Schelvorst, goed. En dat doe ik al jaren, vind ik ook heel fijn. En dat vind ik, gelukkig mag dat wel op het wijkgebouw. Daar was ik heel blij voor deze mensen. Heeft de lockdown een beetje roet in het eten gegooid? Ja, wel een beetje, want wij hadden ook met cadeautjes. Dus die heb ik dus nu moeten ophalen online. Kon ik die bestellen, maar anders, de winkel staat al eerder dicht, dus dat kon ik niet halen. En je mag maar met 4 mensen bij elkaar zijn, hè? Ja, dat doen we met ons gezin en dan hebben we nog 2, mijn oma's hebben we uitgenodigd. Ja. Dat mag dan? Ja, mag je voor mij 2 bezoekers sowieso, 4 bezoekers mag je hebben. Daar hebben we onze oma's uitgenodigd. En dan is het een beetje moeilijk misschien om thuis onderling de afstand goed te bewaren. Wij wonen buitenaf, dus we hebben nog een redelijk groot huis. Dus het kan wel lukken bij ons thuis. Dat is een geluk bij een ongeluk. Ja. Nou, ik had het wel een beetje zien aankomen. U had het zien aankomen? Ja. Dus het is zoals het is. Ja, nou, met sommige dingen wel, sommige dingen weer niet. Met welke dingen wel bijvoorbeeld? Ik zou met mijn zus gewoon, zeg maar, en daarvan de vriend gewoon naar dingen toe gaan. Dat is uiteindelijk ook niet doorgaan, maar voor de rest niet. Maar nu de laatste wel, ja. Nu denk ik, volgens mij zijn we er nu echt wel even klaar mee. Gaat die langer duren dan 14 januari, denkt hij? Weet ik niet. Laten we hopen van niet. En laten we hopen dat het de laatste keer is. Maar ja, goed, dat hadden we de vorige keer ook gedacht. Dus Het blijft koffiedik kijken. Ja, precies. Gewoon rustig blijven, want je kunt je wel opwinden. Dat heeft toch geen zin. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar ja, vervelend is het natuurlijk wel. En vooral voor de ondernemers. Het lijkt me echt dramatisch. 2,5 jaar terug moest ik komen vanuit Portugal. Ja, dat heeft mij wel... roet in het eten gegooid, ja. En ik kan niet naar mijn zoon in Amerika, dat vind ik ook heel erg. Dus je bent nogal beperkt? Wat noem jij beperkt? Ik kan goed lopen, ik wandel nog steeds. Je wordt creatief in je... Door die lockdown word je heel creatief in je denkpatroon om leuke dingen te doen voor de mensen. Is dat het geheim om met de lockdown om te gaan? Ik ben ook gelovig. En dat is mij wel, dit staat ook al in de openbaring. Maar ik ben niet alwetend, meneer. Dan kunt u de mensen die een beetje moeite hebben met de lockdown vast een goed advies geven. Ja, dat probeer ik wel te doen. Denk je dat de lockdown langer gaat duren dan 14 januari? Dat denk ik wel. Met kerst, ik denk dat toch wel heel veel mensen niet aan de regels houden en bij elkaar komen. En dus dat er toch nog wel meer besmettingen komen en dat het dan toch weer langer wordt verlengd. En dan wordt de lockdown automatisch verlengd? Ja, dat lijkt me wel. Wat bent u in Almelo aan het doen? Ik rij over de markt heen. Ik ga wat lekkers uitdelen namens de markt. Dan wens ik iedereen fijne feestdagen en een bijzonder goed 2022 toe. En hoe wordt dat ontvangen door de bezoekers van de markt? Beide armen omhalen mee. Maar ja, het weer speelt ook niet mee. Hoe lang bent u al kerstman? Heel wat jaren.
ja. Eigenlijk niet te tellen natuurlijk. Nee. Dat is bijzonder. Ja. Als u in Almelo bent geweest, waar gaat u dan nog naartoe? Dan ga ik... even kijken. Ja, dan ga ik weer naar huis toe. Ja. Want en u doet het al heel wat jaartjes in Almelo. Ja, ja. En u bent nog helemaal geen jaar ouder geworden. Niet. Nee. Je bleef al eeuwig jong. Dus. Merkt u er nog een beetje van dat er een lockdown is op dit moment? Dat merk je heel goed, want er zijn lang niet zoveel mensen in het centrum. En normaal is het altijd hartstikke druk op de markt, maar helaas dit jaar ook niet. Als u nou straks thuis bent, wat gaat u dan doen om het een klein beetje gezellig te hebben en te houden met de feestdagen? Gewoon lekker muziek erop, lekker even wat eten, lekker een paar nootjes erbij en een hoop gezelligheid. En wat voor niet te veel, want je mag niet met zoveel mensen binnen zitten, maar ja. U draait natuurlijk wel uw eigen kerstliederen. Ja. Komt u volgend jaar in Almelo terug? Als dat mij ligt wel, ja hoor.